Dus in het begin hebben we gezegd van kijk, we gaan een neutrale naam kiezen. Dus Merhaba is neutraal in de zin van ook bijvoorbeeld zagen we dat er een gedeelte van de doelgroep worstelde met dat geloof, maar ook een gedeelte van de doelgroep dat absoluut niks meer wilde te maken hebben met dat geloof. En die eigenlijk, ja, die we ook wilden bereiken of wat we ook wilden iets activiteiten rond ontplooien. Dus vandaar dat we eigenlijk die neutrale naam hadden gekozen. Qua samenstelling hebben we vooral gemikt op Noordoosten, Midden-Oosten en Turkije. Dus mensen die daar hun roots hebben, dus zowel mensen die van daaruit naar hier komen, asielzoekers bijvoorbeeld, of mensen die hier geboren zijn, maar die, ja, die in die cultuur Zijn grootgebracht. zijn grootgebracht en die, of die, die, allee, of die waarvan dat de ouders in die cultuur zitten en ja, die dus ook met een aantal taboes soms. Ook met die worsteling met mag het volgens het geloof of mag het niet en zo verder. Dus al die vraagstelling proberen we dan, allee, wilden we op langere termijn een aantal antwoorden op bieden.